Leerjaar 9 en 10 van de basisschool komen niet weg te vallen, zei Helima Poese. Directeur Algemeen Vormend Onderwijs op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Vandaag tijdens een spoedpersmoment. De functionaris geeft aan dat er een verandering bij de inrichting van de scholen doorgevoerd zal worden. Maar geen enkel leerjaar daarbij wegkomt te vallen. Het gaat bij leerjaar 9 en 10 niet op beroepsonderwijs, maar om algemeen vormend onderwijs, basisonderwijs. Ik wil benadrukken, leerjaar 9 en 10 stopt niet. Het is alleen de gebouwen veranderen. Doordat wij de afgelopen jaren hebben gemerkt dat op bijvoorbeeld LBO Hanaslus hebben we gehad leerjaar 9, leerjaar 10, 11 en 12. Wat gebeurde er? Leerjaar 9 en 10 is algemeen vormend onderwijs. 11 en 12 is basisonderwijs. Als er communicatie gevoerd werd voor leerjaar 9 en 10, zorgde dat voor nogal wat verwarring bij de leerlingen van 11 en 12. Want de informatie was niet voor hun, het was voor die leerlingen in die school van 9 en 10. We hebben dat geëvalueerd en dan gekeken, laten we de gebouwen de bestemming geven waar het voor is. Dus Poese geeft verder aan dat er door het ministerie gecommuniceerd is met de schoolleiders. Bij de gemeenschap zou een verkeerd beeld zijn ontstaan over leerjaar 9 en 10. We gaan in de scholen of alleen beroepsonderwijs hebben of alleen algemeen vormend onderwijs. En dat heeft voor een verkeerde interpretatie gezorgd. Vandaar deze persconferentie om dat te benadrukken. Dus de mensen die aangeven, we zijn altijd laat. Het is inderdaad een spoedpersconferentie om te benadrukken waar we naartoe gaan met betrekking tot leerjaar 9 en 10 en de gebouwen van LBO-scholen. Poese benadrukt dat er een analyse is gemaakt van de leerjaren. Er zijn enkele leerlingen in verschillende districten die nog ingeschreven moeten worden op scholen in leerjaar 9 en 10. Dit komt mede door het beeld dat bij de schoolleiders is ontstaan.